We zijn in het Lindenpark, waar op Tweede Pinksterdag, 28 mei, een festival wordt georganiseerd. Het heet Oosterwijk 800 Wereldstad. En het wordt georganiseerd door de Stichting Oosterwijk Wereldwijd. Ik praat even met Magda Peters van de Stichting Oosterwijk Wereldwijd. Magda, wat is deze stichting? Wat behelst die? Oosterwijk Wereldwijd is een stichting die een soort koepelorganisatie is van een aantal stichtingen en verenigingen in Oosterwijk en Moergestel natuurlijk en Heukelom, die zich inzetten voor projecten in derde wereldlanden. Dus ik ben daar zelf bijvoorbeeld bij betrokken geraakt omdat ik hier in Oosterwijk woon en me bezighoud met een project in Kenia. Maar zo heeft ieder wat, de een in Indonesië, een ander in Bolivia of Brazilië, een aantal delen van de wereld waar mensen gewoon hun projecten hebben lopen. En jullie proberen dan door middel van acties gelden bij elkaar te brengen voor projecten? Nou, het is veel meer dat we de bewustwording voor de problematiek hier in Oosterwijk willen bevorderen. Iedere stichting op zich probeert natuurlijk om middelen te verzamelen. Wij zijn daar best een motor in en een podium daarvoor. Maar eigenlijk organiseren we maar één keer per jaar zo'n festival. Net als nu op Tweede Pinksterdag. Dat is een traditie aan het worden. En we organiseren ook nog een keer in het najaar een activiteit. Waarbij we bijvoorbeeld iets over Fairtrade of over de millenniumdoelen of over de mondiale voetstap. Dat soort dingen gaan we dan onder de aandacht brengen. Maar we proberen hier in Oosterwijk de gemeenschap meer mondiaal bewust te maken. We proberen zoveel mogelijk Oosterwijkers in contact te brengen met mensen uit andere culturen. Dus we nodigen heel bewust mensen, nieuwkomers uit, mensen van het asielzoekerscentrum. Maar ook onze muziek en de activiteiten die we doen hebben met de mondiale bewustwording te maken. Wilma Weren, kun jij ons iets vertellen over het programma? Wat kunnen we op 28 mei verwachten? Nou, dat is heel wat. We beginnen precies om 12 uur 's middags. En bij deze ook meteen een oproep om mensen te vragen om dan ook er te zijn. Met een Wake Up for Peace. Dit jaar hebben we het vooral over de wereldvrede. Wellicht heb je dat gezien in de nieuwsklok. Is er een hele serie nu 8 weken voorafgaand aan de Tweede Pinksterdag, dat we aan mensen vragen van: is wereldvrede mogelijk? En tot nu toe krijgen we daar hele mooie, verrassende, diepe antwoorden op. En dat moment willen we eigenlijk ook creëren voor het grote publiek. Dus dan zal op 28 mei om 12 uur zal hier de ambassadeur van World Peace is Possible. In deze periode is dat DJ Charlie Lonois. Met ons samen eigenlijk dat gaan beleven en onder woorden brengen. En als we dat gedaan hebben, gaan we het ook stap voor stap echt in beweging komen om een stukje dichter bij de wereldvrede te komen. En dat doen we onder leiding van Danserswijk en Factorium. Dus die bereiden zich er nu ook op voor om op een hele mooie manier met een groot publiek van mensen hier op het veld achter het gemeentehuis al dansend met het thema wereldvrede bezig te zijn, zeg maar. Er zijn podia, een paar kleine podia, maar in ieder geval het is een kleinschalig festival met wereldmuziek van Bolle en Co. En optredens, ook echt wel prikkelend zullen er komen. Er zijn ook activiteiten, doe-activiteiten, workshops waar mensen en kinderen ook vooral aan deel kunnen nemen. Creatieve dingen, workshop jongen leren, reuzen, zeepbellen, blazen, leuke dingen. Maar er is ook weer iets wat met de duurzaamheid te maken heeft. En dat is een kledingbeurs die er georganiseerd gaat worden. Mensen kunnen mooie, complete kledingstukken inleveren en daarvoor in plaats weer iets kiezen van hun gading wat beter past bij hun stijl van nu. Dat kleinschalige karakter wat Oosterwijk kan bieden, dat is ook denk ik iets heel bijzonders voor deze Tweede Pinksterdag activiteit. Ja. Dit jaar is het sfeer, is denk ik qua muziek en qua informatie, is een beetje op Oost-Europa gericht. En dat geeft dus ook weer een hele ander cachet eraan. De muziek zal richting Oekraïne, Hongarije, Polen, dat soort sferen uitstralen. En ook een aantal van de activiteiten hebben daarmee te maken.
En dit is dan het terrein waar straks het festival gaat plaatsvinden. Dan is er alleen nog hoop op mooi weer. En dat vaders, moeders, opa's, oma's, kinderen, kleinkinderen allemaal deze kant op komen voor het festival. En breng met mooi weer zeker een picknickmandje mee met lekker hapjes en drankjes van jezelf. Het is het makkelijkste om het terrein te bereiken via de Gemulhoekenweg of de fietsroute. Want in het dorp is zoveel te doen dat dat misschien een beetje opstropt als we via die kant het dorp, of via het dorp binnen willen komen. In het kader van Oosterwijk 800 heeft de bibliotheek de boekenkast van in het leven geroepen. En ik zit hier nu vandaag met mevrouw Loek Starrenburg. En zij gaat mij vertellen wat haar lievelingsboeken zijn. Nou, ik vind bijna alles erg leuk. Maar door mijn boekenclub word ik op schrijvers geattendeerd. Die ik dan herontdek of nu ontdek. En dan vind ik Maart het Hart erg leuk. Ik vind Siebelink erg leuk. Ik vind Claudel erg fijn om te lezen. Anne Enquist vind ik, lees ik ook erg graag. Maar heeft u hier in de kast een boek staan wat u echt heel erg na aan het hart ligt? Wat toevallig. ik vond de thuiskomst erg mooi, omdat er ook een heleboel geschiedenis in zit. Ja. Dit was heel boeiend. Over kapitein Koek. Juist. Ja, heb je het ook gelezen? Ja. En vooral ook die vrouwenrol vond ik indrukwekkend. Ik heb Anne Enquist eigenlijk hier een beetje ontdekt. En ben toen ook De Verdovers gaan lezen. Wat ik dus heel erg mooi vond. Ja. En Maarten het Hart en Anne Enquist, dat zijn natuurlijk twee heel verschillende schrijvers. Okay, ja. Wat leest u dan liever? Of ligt het aan het moment? Nee, Maarten het Hart. Omdat ik dat heel humoristisch vind. En ik vind het leuk ook om over die tijd te lezen dat ja, alles nog zo streng en gereformeerd was. Ja, dat vond ik heel leuk. En ook de humor die ervan maakt. Ik vond dat wel erg plezierig om te lezen. En wat heeft u als kind gelezen? Zoals iedereen van mijn leeftijd, Sissy van Marksveld. Van Havelte. Want het waren romantische boeken. Ik geloof niet dat ik dat nu nog zo leuk zou vinden om te lezen. Omdat de rol van de meisje zo... zo klein was. Ja. School, liefst 3-jarige HBS en dan een goede partner en trouwen. En nu is het dus heel erg fijn dat we ook nog eens een keertje voor onszelf leren zorgen. Dus, maar ik heb ze natuurlijk wel gelezen, want het hoorde bij mijn leeftijd. En ik zie in de kast ook boeken over de Tweede Wereldoorlog liggen. Leest u dat nog dikwijls? Jawel. En ook de Eerste Wereldoorlog. Want dat gaat me nu een beetje interesseren. En... ik heb nu een boek over Juliana. Zou je denken, doe je daarmee? Mm-hmm. Van Kikkert. En dat vind ik ook wel leuk, omdat er zo'n stuk geschiedenis in voorkomt met politiek en zo. Want je wist nooit hoe dat ging. Vind ik erg leuk om te lezen. En de oorlogsboeken, de Tweede Wereldoorlog, was natuurlijk iets van mijn ouders. Dus die verzamelden die boeken en die las je dan. Eerste Wereldoorlog is iets wat nu een beetje naar voren komt. En ook de... ook de romans die geschreven werden daarna over die jodenvervolging en zo. Voor zover je dat romans kan noemen natuurlijk. En leest u ook de boeken van Anne-Jet van der Zijl nu? Ja, natuurlijk. Bernhard heb ik van genoten. Ja, genoten. Nou, goed om te weten. Ja. Heel goed om te weten. En ik heb ook geprobeerd het iedereen aan te raden. Maar niet iedereen wil het lezen. Maar ik vind het zo'n stukje eerlijke geschiedenis. Ook Anne-Jet die dat zo goed schrijft en zo goed... zich heeft ingeleefd en in archieven is gedoken. Dus er is geen woord wat niet waar is. Mm-hmm. Bovendien is het erop gepromoveerd. Vind ik ook nog een heel goed iets. Anne-Jet, heb ik natuurlijk alles van gelezen, ja. En wat vindt u nou precies zo heerlijk aan lezen? Ik denk wegduiken in iets. Hè. Ik doe eigenlijk niet veel anders dan lezen. Ja, het wegduiken in iets. Het denken van, ik hoef lekker niks. Boek op de bank. En dan liefst nog een paar boeken tegelijk ook van... Maar dat kunt u ook. Ja, dat kan ik ook. Ik kom zo weer in het andere verhaal. Het lekkerste boek wat ik ooit gelezen heb, en er zijn veel mensen het met mij eens, dat is Rebecca. Hè, van, ja, het is zo, ja, ja, ik weet niet precies wat, maar dat vond ik iets heel geweldigs. En ik heb nog zo'n lievelingsboek en dat is Rubber. Ik weet niet zo gauw te schrijven. Sekeli Lulofs. Rubber vond ik ook wel iets heel geweldigs. Maar ook eigenlijk geschiedenis over Indië en hoe het daar
Je bent heel benieuwd hoe het ergens gaat en leeft. Maar ik denk dat u heel veel mensen enthousiast heeft gemaakt. En ik wens u nog heel veel leesplezier. Dank je wel.